Dit is echt vreselijk. Ik weet echt niet waar ik dit allemaal kwijt moet. Zo, het is een andere dag en het is vandaag tijd om heel mijn kamer te veranderen. Aangezien ik deze video op verschillende dagen heb gefilmd, ben ik gewoon vergeten een intro te maken. Ik dacht dat ik dat wel had gedaan, maar blijkbaar niet. Leuk dat jullie kijken. Ik heb bij de Action geshopt. Ik laat jullie zien wat ik heb geshopt. En vervolgens laat ik zien hoe ik mijn kamer verander. En dit is dan ook deel 2 en de laatste kamerverander video. Ik heb dus een hele kleine kamer waardoor deze opstelling eigenlijk niet anders bijna kan. Zo is het grootst mogelijk. Dus ik hou de indeling wel zo, maar ik ga echt alle spullen en zo helemaal veranderen. Ik zit trouwens in mijn sloffie, oud shirtje, oude legging aan. Ik vind het helemaal mooi. Wat de planning is, of wat ik ga doen, is het volgende. Ik ga alle spullen op de gang zetten en dan ga ik alles opnieuw indelen. En dat is wat we gaan doen. En dan gaan we die Action spullen ook indelen. Dus ik ben heel erg benieuwd en laten we maar gewoon snel beginnen. Nou, ik ben bij de Action geweest en ik heb gewerkt, dus daarom deze schade. Ik wil gewoon even laten zien wat ik heb gehaald, want het heeft natuurlijk te maken met mijn kamer. En daarom zit het ook in deze video. Ja, het past er allemaal niet eens meer in één zak, maar... Ik ga even laten zien wat ik heb gehaald, dus deze Action shoplog. En dat ga ik allemaal nog verwerken in mijn kamer. En het is zo leuk, ze hadden zoveel leuke gouden spulletjes en lichtjes en ik ben er echt helemaal gek op. Nou, als allereerst, deze ik kon het niet laten. Ze hadden hem ook in panter, maar ik dacht ik ga toch voor zwart. Deze laptop roes. En dat is zo'n heel zacht velvet stofje. Ik weet niet of je dat goed kan zien. Ja, dat kun je zien. Dit heeft een gouden detail. Er zit zo'n heerlijk plasticje aan. En dus wat staat er eigenlijk op? Cosmopolitan. Oh, nou, leuk. Heel zacht. En ik dacht, goud, zwart, waarom ook niet. Nieuw voor mijn laptop. Helemaal leuk. Boom. Oké. Deze was €4,95. Dan heb ik dit te leuke plateautje. Hij is zwart met goud. Dit randje is dus goud. En hij heeft zwarte poten. En er zitten ook hier van die dingen onder, zeg maar, dat het niet glijdt. En ik dacht, hoe leuk is dit om op mijn make-up vanity hierachter te zetten met mijn kwastenpotjes erop van marmer. Ik dacht, dit vind ik leuk. En dan heb ik daar toch nog een touch of gold. En dan komt terug in mijn hele kamer. Dus ik dacht, deze moet ik hebben. En hier kun je altijd nog kaarsjes of zo opzetten. Dus hele leuke dingen mee. Dus zwart met goud is altijd goed. En deze was... Plateau is €2,99. Dus €3. Dan dit geweldige panterprint kussensloop. Ja. Er zit hier een rits in. Dus je kan hier je kussen in doen. Maar even, hoe leuk is dit? Ik dacht, hoe perfect is het dan om mijn kamer uit te rollen met goud en panten? Nou, dat vind ik helemaal geweldig. Dus deze, dit is echt zo zacht. Het is niet normaal. En ik dacht, als ik er klaar mee ben, kan ik me altijd nog omdraaien. Dan heb je het gewoon heel erg mooi. Zo'n wit bondje, zeg maar. Dus deze. En daar heb ik er gelijk 2 van gedaan. Want ik heb 2 van zulke kussentjes. En ik dacht, dan doe ik ze alle 2 ook gewoon gelijk in panter. Dat is toch geweldig. Ik vind het echt leuk. Dus deze en die waren, even kijken, €1,99. Maar ik heb dus 2, dus €3,98. Dan heb ik nog voor op mijn make-up vanity hierachter deze spiegel. En die is dus zwart met goud. Ha! En ik dacht, deze komt er dus bij op. Dus dan matcht het zo leuk. Weet je wel, zwart met goud. Ik heb nu zilver en ik dacht, ik kan echt niet iets zilver en iets goud. Ik wil dan ook alles goud. Dus ik heb deze gehaald. En hij heeft niet een achterkant, zeg maar, die ingezoomd is. Maar dat vind ik niet zo erg, want dat gebruik ik eigenlijk toch nooit. Dus deze gouden met zwarte spiegel. Echt gewoon prima ding en helemaal leuk. Spiegel was €3,99. Dan heb ik nog iets geweldigs gekocht. Want dat was echt zo'n ding dat iedereen had. En er was zo'n kubus met thee, of met die... kleine kaarsjes erin, weet je wel? Dat je een miljoen keer zag, zo'n kubus. Nou, die kan ik bij mijn Action niet meer vinden. En toen zag ik dit. En toen dacht ik, oh my god, dit wil ik testen. Dit is namelijk zo'n glazen vierkante pot. Daar zitten dus dan van die lampjes in. En dat zie je dan. In plaats van al die kaarsjes zie je lampjes. En dit vind ik zo leuk voor de kerstdagen. Dus ik had hem opengemaakt in de winkel om te kijken hoe dit überhaupt uitzag. Maar dit is dus helemaal van... spiegel. Helemaal. En blijkbaar als je dan dit aandoet, zie je dat. Of zo. Zelf snap ik het ook nog niet helemaal hoe je dat kan zien of zo. Maar blijkbaar werkt dat. Maar goed, ik heb er nog geen batterij in. Dus We gaan het zien als ik mijn kamer helemaal ga oppimpen. Hoe dit werkt en zo. En je moet wel oppassen met het vasthouden. Want je krijgt echt van die vingervlekken eraf. Maar dit, als dat belooft. Wat hier zo op staat. Zou ik het echt heel erg vet vinden. En die was €4,99. Dan heb ik nog een klok. En deze klok is goud. En ik weet niet, ik zag dit en ik dacht, oh dat is top. Want ik heb geen klok in mijn kamer. Dat had ik altijd wel. Maar die was zwart. En ik dacht, ja goud, dan breng ik het ook gelijk weer terug op de muren. Dus deze klok. En de klok was €2,50. Dan heb ik nog deze plantenpotten gekocht. En dan zie je twee ervan zitten in één ding. Dus dat is top. En één grote en één kleine. Maar hier kun je ook natuurlijk gewoon kaarsen in doen. Maar ik dacht, dit is leuk. Want dit heeft ook gewoon weer goud. Alles met goud moet ik hebben. Zo. En daar zitten dan gewoon van die zwarte poten bij. Dus dit. En dat ziet er dus zo uit. Dus dat past dan ook bij alles. Dus dat is helemaal leuk. En dat is €4,95. En dan heb je dus twee van die mooie gouden potten. En dan als laatst misschien wel mijn favoriet. Ik vind het echt geweldig. Oh my god. Hij is al kapot. Hoort dat? Nee, dat hoort niet toch? Heb ik het nou gesloten? Typisch. Ik koop altijd dingen met een gat erin of zo. Of hoort dat? Hoort niet toch? Nou ja. Deze. En die is goud. En die vond ik echt geweldig. Maar kijk, hier zit een gat. Die lijkt wel alsof dat hoort. Maar deze? Volgens mij hoort die niet. Je ziet hier zeg maar dat het helemaal afgebrokkeld is. Ja, ik denk dat ik deze terug ga doen en een nieuwe ga meenemen. Maar aan de andere kant ben ik daar ook weer veel te lui voor. Aan de ene kant zie je het niet als je zo neerzet. Want die kop zit ervoor. Maar goed, deze panter, tijger. En die was €4,99. Dus dat is wat ik heb gekocht snel bij de Action. Was helemaal niet de bedoeling. Ik dacht ik ga even snel naar Action kijken wat ze hebben. Maar ja, dat moet je eigenlijk gewoon nooit doen. En nu ben ik teruggekomen met dit. Maar ja, ik had het wel allemaal leuk nodig voor mijn kamer om dat te versieren. Dus daar ga ik gauw mee bezig. En jullie gaan dat nu hierna zo zien hoe het is geworden. I've been thinking, baby, we could get away and never look back, never look back, never look back, no, never look back, never look back, no. Oh my god, het is zo leeg, dit is zo gek. Je wil niet weten wat er allemaal achter me staat. Ik zal het zo even laten zien. Nou ja, dit laat ik wel gewoon even liggen. Want dat wil ik sowieso daar houden. En dit is troep, camera, apparatuur. Nou ja, niet boeiend. Maar in ieder geval, alles is leeg. Ik ga die herfstdingen ook weghalen. Want ik vind het wel weer bijna tijd voor kerst. Maar daar komt een aparte video over hoe ik mijn kamer kerstproof ga maken. Maar kijk even, oh wat erg. Dit is allemaal decoratie van mijn kamer. Dit is echt vreselijk. Ik weet echt niet waar ik dit allemaal kwijt moet. Oh my god. Oké, dit is het. Het volgende wat ik ga doen is, ik heb op Pinterest allemaal mapjes. Ik ben daar best actief op. En ik heb bij mijn bedroom dingen wat ik leuk vind voor mijn bureau. Daar ga ik inspiratie van halen en dat ga ik dus nu plaatsen. Oh, I can't find my way now, I just need you by my side. Lately I've been thinking, baby, we could get away and never look back, never look back, never look back, no, never look back, never look back, no. dit is wat ik over heb. Het is pittig veel, maar ik wou niet meer zoveel troep op mijn kamer. Die heb ik net nieuw, dus die wil ik daar nog wel een plekje geven. Ik denk dat ik een plant ga kopen en dat die nog ergens op mijn kamer komt. Maar de rest leg ik gewoon op zolder neer. En ja, die deken komt van beneden, dus die gaat niet weg hoor. Die moet gewoon naar beneden. Ik heb 1 placement over, dus die hou ik sowieso. Ik hou alles gewoon, maar het gaat gewoon even weg van mijn kamer, want ik heb al een kleine kamer. En alles kan ik ook sparen voor mijn uitzet allemaal later. En natuurlijk dit ook, weet ik veel, later een fruitmand of zo. Dus ja, veel te groot voor mijn kamer. En dit is het eindresultaat. Ja, hier komen nog planten in. Nou, dit was de video. Ik hoop dat jij hem leuk vond. Doe alvast een duimpje omhoog. En abonneer je op mijn kanaal voor als je nieuw bent. Ik heb heel veel spullen over, zoals ik al zei, dat ga ik gewoon even opbergen. Je weet maar nooit wanneer dat van pas komt. Mijn kamer ga ik binnenkort ook weer kerstproef maken, dat heb ik nu nog niet gedaan. En daar komt ook een aparte video over, dus als je opnieuw bent, abonneer je dan zeker even op mijn kanaal om die niet te missen. Zoals je ziet, mijn bureau is een stuk rustiger en het is al zoveel fijner. Echt, tot rust, daar hou ik echt van. En ik ben er heel erg blij mee. En natuurlijk, de komende tijd haal ik vast nog wel nog meer gouden dingen of andere dingen. Maar weet je, dat zie ik dan wel. En dat plaats ik dan ook nog aan mijn kamer. Dus bedankt voor het kijken. En ik zie jullie tot de volgende video. Doei!